supporters van het nationaal team. Vandaag weer een gelukkige dag. Eerst en vooral wat betreft gisteravond, de laatste wedstrijd, Frankrijk tegen Engeland. Ja, op het einde van de wedstrijd dan werd ik een beetje moe van basketbal in die zin. De Fransen die hadden het zeer goed aangenomen van in het begin. En hadden direct een kloof geslagen van, laten we zeggen, 20 punten. En dan is het natuurlijk moeilijk om blijven geconcentreerd te zijn. En dat is hetgeen gebeurde. Met gevolg dat ik me een beetje begon te vervelen. De manier dat de Fransen aan het, aanslippen waren, het was niet meer mooi. Het was niet mooi. Nu deze namiddag heb ik misschien de beste wedstrijd gezien die al ik gezien heb hier op het toernooi. Tussen Duitsland en Oekraïne. En werkelijk een zeer goede wedstrijd. De Duitsers die moesten natuurlijk winnen. Oekraïners, indien ze wonnen, dan waren ze zeker van een plaats in de volgende ronde. Bij gevolg, ze waren beide goed geconcentreerd. Ik ben werkelijk verrast de manier dat de ploegen aan het groeien zijn. Oekraïne de eerste dag was een beetje, ik ga niet zeggen slap, maar toch slap. We hadden moeten winnen, maar dat is voorbij. Maar nu is Oekraïne aan het groeien. Er zijn verschillende spelers die een niveau halen van een topteam in Europa. En dan natuurlijk de wedstrijd tegen Engeland. Het is voor een ploeg niet gemakkelijk als men wint om de concentratie te houden. We hebben gisteren toch een zeer, maar dan ook een zeer belangrijke en goede wedstrijd gespeeld tegen de Duitsers. Zeer goed georganiseerd. En dan is het niet gemakkelijk om zich te blijven concentreren, om terug gefocust te zijn op een ploeg die we normaal aankunnen. We hebben ook bewezen dat we ze aankunnen. We hebben een ploeg gezien in het begin die een klein beetje nerveus speelde, maar toch waren een paar bepaalde spelers die hun eerste shot lukten. Dus dacht ik, ja, het gaat lukken, ze gaan vertrouwen krijgen. En dat is ook zo gebleken. Ik ga geen namen citeren, maar iedereen heeft zijn job gedaan. Zowel in verdediging, om Clark te stoppen, als in aanval, om de penetraties te doen en de punten te scoren die we nodig hadden om te winnen. Het is mijn opinie een succes. Al wat we nog moeten doen is winnen van Israël. En dat is de volgende opdracht. Als we winnen van Israël, dan gaan we door naar de volgende ronde. En dat is mijn opinie met die ploeg een zeer groot succes.